Zo, net een gesprek gehad voor de nieuwe wereld. Ik heb er nog één voor de boeg. Ik ben even gaan zitten hier. Het is natuurlijk voor de show, deze meditatie. Dat zie je wel aan mijn snel bewegende ogen. Maar de grap van meditatie is wel, en van de Oosterse filosofie in het algemeen, dat je juist scherp probeert te krijgen wat het verschil is tussen schijn en werkelijkheid. Tussen echt en nep. Je wil eigenlijk de gordijnen van Maya wegtrekken voor het nirwana, voor de leegte. Of we nou helemaal meegaan in zo'n diagnose, dat weet ik niet. Maar ja, ik wil het toch met jullie delen dat ik tegenwoordig probeer te mediteren. En, het gaat me best goed af. Het levert veel op. Wat meer bezinning. Ik ben toch wel iemand die zichzelf gemakkelijk dun uitsmeert over veel te veel rollen en taken en vrienden en bezigheden. Het helpt wel om in het nu te leven. En bij de nieuwe wereld wil ik mensen uitnodigen die ja, kunnen helpen om te begrijpen wat het nou is. Deze vorm van zingeving. Wat de waarde is, hoe je het kunt cultiveren, de meditatie. En misschien ook vergelijkbare andere spirituele praktijken. En mijn eerste gast is Ton Lathouwers. Een geleerde en boeddhist. Oude wijze man. Zo oud dat ik hem maar in Zutphen zelf heb opgezocht. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag zit ik hier in Zutphen bij Ton Lathouwers. Emeritus hoogleraar slavistiek en zenmeester. Een man van 90 jaar oud die hier ons ontvangt in zijn woonkamer. En we gaan met hem praten over de geest, over spiritualiteit, over psychologie, over het leven. En dat doe ik met hem juist omdat ik op de Nieuwe Wereld op een zoektocht ben langs mensen die meer weten dan wat we met wetenschap en literatuur kunnen weten. Dominees, dichters, we hebben een astroloog op bezoek gehad. En ik schaar Ton ook wel bij een soort randfiguren die in de echte wereld staan. Nou, je wordt niet voor niks hoogleraar in de Russische literatuur. Maar die ook over de heg heen hebben gekeken en een diepe religieuze intuïtie hebben. Nou, dat weet ik omdat ik zijn boeken gelezen heb. Bijvoorbeeld dit boekje, eigenlijk een bloemlezing. Kloppen waar geen poort is van spirituele denkers uit het oosten. En waar hij dan een selectie van maakt. Nou, zo heeft hij veel meer zelf ook geschreven en gebloemleest. En dan merk je in dat soort boeken ook dat hij een andere opvatting heeft van lineariteit, van hoe je een argument tot je neemt. Dat zijn boeken waar een zekere bezinning van uitgaat. En nu, ik ben heel blij dat we hier zijn. Ton? Ja? Ja. Dus tof dat we hier zijn, hè, zoals jij zou zeggen. Ja, ik vind het ook tof dat jullie er zijn. Ja, hartelijk welkom. Je bent 90. Ik ben 90. Oud? En daarom ik kan gelukkig nog alles. Nog auto rijden. Ja. Ik heb pas mijn rijbewijs verlengd. Ik kan nog fietsen, ik kan nog wandelen. Je mediteert nog elke dag? Elke dag, twee keer per dag, ja. Hoe lang duurt zoiets? 'S morgens een half uur, 's avonds een half uur. Ja. Nou, daar gaan we zo wel verder op in. Oké. Okay. Ja. Je bent hoogleraar geweest in de Russische literatuur, hè? Ja. En je bent ook een behoorlijke fan van Dostojevski. Ja. Ja. Wat is je favoriete, wie is je favoriete personage van de gebroeders Karamazov? Dmitri Karamazov. Dat is op verschillende redenen. Het is misschien de meest verscheurde, de meest gepassioneerde. Het is iemand die met zijn eigen hartstochten geen raad weet. En die letterlijk ergens zegt dat hij zich letterlijk voelt als iemand die zich hals over kop in de afgrond van de passie stort. En wat doe ik dan als ik dat doe? Ik geef me totaal over aan mijn passie, aan die Karamazovse oerkracht. En wat merk ik dan? Dat ik ga bidden. Dat ik een hymne ga zingen. Midden in mijn val. In mijn diepe val.
En dat is zo combinatie van grenzeloos vertrouwen en tegelijk het besef van grenzeloos kunnen mislukken. En het trof mij vooral dat als later de hele familie Karamazov bij die oude monnik komt, Zosima, een beetje wel een hele braaf door Dostojevski getekend, maar het is uitgerekend Zosima die bij die kennismaking een hele diepe buiging maakt. Hij gaat letterlijk op zijn knieën en hij buigt heel diep voor Dmitri. En dan vraagt later Aljosha, de brave jongen van de familie, waarom boog u zo diep? En dan zegt hij, voor het onmetelijke lijden van deze mens en voor zijn zuiverheid van hart, ondanks alles. Dat vind ik de meest interessante, de meest interessant is niet het goede woord, meest aangrijpend personage. Die vol vragen zit, hè? Maar ook wel de ruwe bolster. He? De ruwe bolster ook wel. Ruwe bolster, gouden pit. En die ook ergens zegt, hij leest Schiller, Dmitri. En dan zegt hij, ja, ik heb gelezen, opdat de mens zich kon verheffen uit zijn ellende, moest hij zich eerst onlosmakelijk verbonden met moeder aarde hebben. Onlosmakelijk, voor eeuwig verbinden. Maar hoe moet ik dat? Moet ik een kuil graven? Moet ik daarin lichten? Moet ik erin gaan liggen? Ik weet het niet. Maar hij weet wel, ik kom er alleen maar uit als ik mij onvoorwaardelijk verbind. En dan zegt hij er iets bij wat geldt voor alle Russische intellectuelen, voor heel die bovenlaag die vervreemd is, maar misschien geldt het voor alle intellectuelen, de vervreemding, hè, dat hij dan zegt dat hij, dat hij zich letterlijk zo verschrikkelijk vervreemd voelt van de werkelijkheid. Ik kan niet precies de woorden herinneren die hij daarover zegt. Maar het is, nogmaals, het is de figuur waar Zosima het diepste voor buigt. En die verscheurdheid, ja, dat is de menselijke conditie nergens zo goed getekend als daarin. Het is ergens ook wel stoer dat dat nou je favoriete personage is. Want ja. Aljosha zou misschien ook wel voor de hand gelegen hebben. Is te braaf. Ja, te braaf voor is jou? Is te braaf. Is te braaf. Maar, Dostojevski zegt, hij is te jong gestorven, Dostojevski. Mijn bedoeling was om Aljosha later van zijn geloof zou laten afvallen. Atheïst zou worden, revolutionair. En pas aan het einde van zijn leven werkelijk een echte bekering hebben. Een echte. Ja, want het boek is nooit af. Hè, nee, het boek is niet af. Nee, hij had de bedoeling om het nog. Hij wilde bijvoorbeeld Ivan Karamazov, dat is de rationele denker en een atheïst, die wilde hij eigenlijk ook als een gelouterd iemand naar voren laten komen. Maar we hebben alleen zijn losse notities daarover. Ja. Heb je nou college gegeven over Dostojevski? Ja, was mijn favoriete auteur. Ik gaf dus Russische letterkunde. En ik vooral dus over Dostojevski. Maar ik gaf ook colleges aan de theologische faculteit. Godsdienstwetenschappen heette dat daar. En daar gaf ik vooral les over Dostojevski. Maar ook anderen. Solovjov, over het eeuwig vrouwelijke, van Solovjov, over de Sovia. In verband met mijn boek zei je ze altijd soms, eventjes noemen, hè, die vrouwelijke gestalte. En de hele sofiologie, dat was een hele richting in de filosofie, in de Russische filosofie, die zich richtte op, ja, laat ik zeggen, het vrouwelijke aspect van God, van de eeuwigheid. Van de grond van het bestaan. Zij is altijd soms, gaan we straks uitvoerig bespreken nog even. Ja. Als je nou Dostojevski leest, hè, dat is best pittig. Zeker voor jonge mensen, denk ik. Van hoe heb jij dat eigenlijk, hoe heb jij dat geleerd, dat lezen? Heb je dat gewoon in één keer uitgelezen? Hoe lees je zo'n boek als de Gebroeders Karamazov? Hoe ben ik er toe gekomen? Wij hadden op de middelbare school een godsdienstleraar, Pater Bakker, een jezuïet. Die gaf in zijn colleges, in zijn lessen godsdienstwetenschap, vooral teksten. Hij las teksten voor. Hij las Dostojevski voor. Ook de verwondering over de gewone dingen in de natuur. Het gevoel voor het numineuze bij sommige mensen. Het leerde mij een hele andere kijk hebben op wat godsdienst was. En vooral de grenzeloze vergeving. Iedereen wordt gered. De moeder gods komt in dat verhaal voor. Dat is een heel opmerkelijk trouwens. Hij laat in een van zijn verhalen, de moeder gods, vertelt hij, daalt af na het laatste oordeel.
In de Gebroeders Karamazov. In de Gebroeders Karamazov. In de Gebroeders Karamazov. De geredden zijn boven, de verlorenen zijn in de hel. De moeder Gods weigert. Die weigert, die gaat naar beneden, die ziet het lijden in de hel. Die keert terug en ze turnt al de engelen en heiligen en iedereen om dat ze ook gered worden. Ze doet haar uiterste best. En dan krijgt ze toestemming dat een groot gedeelte van het jaar, 1/3, ik geloof tussen Pasen en Hemelvaart, mogen alle verdoemden even verlost worden. En dan zou je zeggen, dat is goedkoop. Maar Dostoevsky zegt erbij, nee, dat is goed. Het is niet alleen zij die het doet, wij moeten het doen. Wij moeten onvoorwaardelijk ons allemaal verbinden en nooit toestaan dat iemand verloren gaat. En dat vond ik het meest indrukwekkende. En toen ben ik me gaan verdiepen in dat verhaal. En wat bleek? Dat verhaal wat elke Russisch kent. Gazdienje Bakarodiji Pamukam, afdalen van de moeder gods in het lijden, is een gekerstende visie van het verhaal van Kuan Yin. En dan zijn we bij mijn boek. Zij is altijd soms. Kuan Yin is de bodhisattva die op het punt staat het eeuwige licht in te gaan. En dan hoort ze het geroep van de noodkreten van de mensheid, van de hele schepping. En zij daalt af. En dan legt ze de gelofte af. Ik zal nooit het licht binnengaan, zolang niet ik zeker ben dat alles en iedereen verlost zal worden. Dat is het. Dat heeft mij geraakt. Hier staat ze, Kuan Yin. Daar staat ze. Maar ook hierboven in de gestalte waarin ze... Dat heb ik ooit laten maken door een kunstenares. Waarin ze dus beneden is... Dat is... Ja. Dat is... Daar staat Kuan Yin vooral in die gouden gestalte. In haar hemelse gestalte. En dit beeld wat jij vastheidt, dat is die afdaling tot in de diepste ellende om deel te hebben opdat alles en iedereen verlost wordt. En mijn boeddhistische leraar Masao Abe heeft daar boeiend over gepraat. En Masao Abe was de grote persoon in de dialoog boeddhisme-christendom. En hij was mijn eerste zenleraar. En ik heb heel veel met hem gepraat, gediscussieerd, bij hem gemediteerd. En hij zei altijd, en dan beriep hij zich op Paulus. Daar staat ergens bij Sint Paulussen: zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn één geboren zoon mens liet worden en liet verrijzen, opdat velen met hem gered zouden worden. Maar, zegt hij, voor mij als boeddhist, nee, voor ons als boeddhisten is het niet velen, maar alle zonder uitzondering. Alle zonder uitzondering. All must be saved, all will be saved. En dat heeft mij ten diepste geraakt. Nooit iemand opgeven. Hitler niet, Satan niet, alle levende wezens, alle demonen, daar wordt ook voor gebeden. Hoe talloos de levende wezens zijn, ik leg de gelofte af dat ze alle worden bevrijd. Dat lijkt bijna onmogelijk, want je kunt in je eigen leven, ik heb soms mijn kind niet eens kunnen helpen, mijn zoon als hij het moeilijk had. En toch is dat tegen alles in, om woorden van Kierkegaard te gebruiken, het belangrijkste is niet wat is, maar het scheppende fiat, tegen alles in. He? Mogen het zo zijn. Hmm. Tegen alles in. Masao Abe zei tegen mij, en dat was heel concreet, ik heb een meisjesstudenten gehad die uiteindelijk na een moeilijk leven zelfmoord pleegde en een verschrikkelijke godslasterlijke brief achterliet. Een haat tegen God. En ik wist me geen raad. Ik heb dat aan Masao Abe verteld. Ik heb haar niet kunnen helpen. En hij stond op en hij zei, if you want to help her. En hij corrigeerde zich, no, if you want to save her for eternity, sit deeply and strongly in meditation and pray for her and never give up. Hmm. En toen zei hij erbij, zelfs al zou bij wijze van spreken Christus of God of Boeddha jou openbaren, er is geen redding. You decide. En hij zei, jouw beslissing om te willen dat deze solidariteit en compassie, hij was filosoof, dus hij gebruikte filosofische termen, is, ik zal het nooit vergeten, existentially and essentially infinitely, oneindig veel dieper, sterker werkend dan alle oordeel. Hmm. En dat ben ik dus blijven doen. En dat is trouwens de gelofte die altijd afgelegd wordt. Hè? Hoe talloos de levende wezens ook zijn. Ik leg de gelofte af dat ze alle gered worden.
Waarvan worden ze gered? Dat is toch zo? Ons diepste verlangen is naar grenzeloze bevrijding van alle beperking, van alle lijden, van alle onmacht. Het blijft alleen maar stamelen. Eigenlijk kun ik het niet uitdrukken. Alles wat lijden is. Hè? Waarvan de Boeddha dus zegt, leven is lijden. Maar er is een weg uit het lijden. Er is een weg uit het lijden. Dat lijkt zo soms onmogelijk als je ziet wat er voor verschrikkingen in het leven zijn. En desondanks is het dat. Dat is een sprong. Een sprong van geloof. Daar heb ik geen bewijs voor. Dat is dat je elke keer weigert te aanvaarden dat wie dan ook verloren gaat. Amen. Dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Omdat er toch mensen zijn die liever niet zou redden. Bijvoorbeeld dus Hitler. Ik een beetje flauw om meteen over hem te beginnen. Nee, dat is niet flauw. Dat kan ik me voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat je wil dat iemand echt zo verschrikkelijk... Ik kijk vaak naar ID. Kent u dat programma? Nee. Identification Discovery. Daar zie je vaak vreselijke misdaden. Vreselijk veel geweld tegen kinderen, tegen vrouwen. Vreselijke dingen. En dan wordt ook vaak gezegd... Daar wordt letterlijk vaak gezegd... I hope they will rotten in hell. Maar... Dat kan niet. Ik vind een eeuwig lijden, een eeuwigdurend lijden, kan en mag nooit. Tijdelijk, oké. Dat Hitler en andere slechterikken een loutering doormaken, oké. Dat louterend pijn zal doen, maar denk ik niet. Ik zie dat ook niet eens als een soort straf. Dat hele idee straf begrijp ik niet. Voor mij is de loutering van wat het... Bijvoorbeeld die loutering... De katholieke kerk of het christendom, dat vagevuur, dat is meer dat je ziet, dat je je eigen falen ziet en daar pijn aan beleeft. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet zien. En toch... Nee, hier nog niet. Nee. Hoe kijk je, Ton, naar het idee van karma? Het idee van dat je in verschillende levens, wellicht in ieder geval levensfases... Ja. Moet verwerken wat je in vorige fases of levens het is een begrip, op je kerfstok hebt gekregen, gezet. Ja, ik zie karma toch vooral niet als een soort boete voor wat je fout gedaan hebt, maar dat het nooit te laat is, dat er altijd opnieuw kansen zijn om bevrijd te worden. Altijd opnieuw. Een mooi voorbeeld daarvan, wat mij zo raakt, is het verhaal uit het leven van de Boeddha. De Boeddha had een van de monniken, Devadatta, die hem haatte. Ik weet niet of je het verhaal kent. Die had een, vertel het maar. Hij had een aanslag op de Boeddha gepleegd. Hij was een soort Judas, zal ik maar zeggen, een soort Judas in het boeddhisme. En die aanslag op de Boeddha, dat is een moordaanslag op een Boeddha, is de ergste zonde die je kunt begaan in het boeddhisme. En de grond spleette open en hij verdween in die afgrond. Maar, zegt ze, dat vind ik, ooit zal Devadatta terugkomen als een Boeddha. Gelouterd. Dat zou hetzelfde zijn als dat wij in het christendom, dat men in het christendom zou zeggen, ooit zal nu maar, Judas, waarvan toch gezegd werd, het was beter dat die mens nooit geboren was, dat ooit Judas terug zou komen als een Messias aan het einde der tijden. En dat heeft mij in het boeddhisme geraakt. Alles ten goede, alles, en dat je nooit mag berusten in ook maar één iemand die verloren gaat. In een van je boeken zeg je, het christendom gaat om geloof. En het boeddhisme, het christendom gaat om het geloof. En het boeddhisme om een innerlijke ommekeer die je moet maken. Ja. Eigenlijk, in mijn woorden, gaat het boeddhisme meer om de ziel. Ja, ik weet niet meer hoe ik dat geformuleerd heb. Er zijn ook binnen het christendom, in de mystieke richtingen, komen ze wel bij elkaar, hè? Er zijn ook bijvoorbeeld de zogenaamde Cappadociëse vaders. En er is ook een mystieke richting die dat dichter bij het boeddhisme komt. Maar
Ja. Wat ik vooral geleerd heb in de manier waarop ik met het boeddhisme in aanraking kom, dat is vooral dat blijven bij jouw eigen hart. Tegen alles in. En niet de leer. Niet de leer. Dat is wel stamelen van mensen. Hisa Mutsu, die spreekt ook wel over ontwaken. Ja, ontwaken. Kun je dat eens toelichten? Het hart dat opengaat, ja, dat is ontwaakt? Een manier, kijk. Dat is een uitdrukking als je het gevoel hebt in je leven dat je niet wakker bent, dat je niet helder bent. Hè, dan gebruik je het woord ontwaken tegenover slapen, zo, tegenover dat zombieachtige. Het wakker worden, zal ik maar zeggen. Innerlijk wakker worden. Maar als je bijvoorbeeld het idee hebt, en je vertaalt het in het begrippen van ik zit in het donker, ik zit in het duister, ik zie geen licht, dan zal je eerder zeggen, het woord licht gebruiken, verlichting. Het zijn allemaal woorden die een soort wezenlijke ommekeer teweeg brengen. En de mooiste uitdrukking daarvan, dat is een, ik zeg het maar in het Engels, omdat ik het ooit in het Engels gelezen heb, wat er gebeurd is, revolution of the fundaments of the heart. Een echt een innerlijke ommekeer van de fundamenten van het hart. Een soort oervertrouwen krijgen tegen alles in. Een soort oervertrouwen, grenzeloos. Ja. Je had het even over waken en dromen. Ja. En nu had ik een gedicht voor jou meegenomen van Menno Wichmann. Oh ja. Menno Wichmann is, zoals de kijkers van de Nieuwe Wereld wel weten, een van mijn favoriete dichters. Ja. En er is één mooi gedicht hier dat ik graag aan jou wil voorleggen. En het is het beste ook vanwege je gehoor dat jij het even voorleest aan ons. Dan kunnen wij het horen. Het heet Dit is mijn dag. Ja. En dan graag je interpretatie. Ja. Allereerst heel erg bedankt dat ik dat boek van je cadeau krijg. Nou, ja. Dat mag ook iedereen weten. Ja. Intussen heb ik hem ook wat boeken gegeven. Dus het is echt, het is ruilhandel. Ja. Het gedicht heet Dit is mijn dag. Ik heb het al eerder net gelezen, ik vind het prachtig. Vanochtend werd ik wakker in een droom. Van iemand die een huid van vlees bewoont. Ik kon niet vluchten. Ik was geen Chuang Tse die had gedroomd dat hij een vlinder was. En zich bij ochtendlicht afvroeg of hij, Chuang Tse, gedroomd had een vlinder te zijn. Of dat de vlinder droomde als Chuang Tse te ontwaken. Nee, ik was een mens. Een taai skelet met 32 tanden. Nou, dat klopt voor mij niet meer. Er zijn er al wat uit. Ja, twee handen en een tragisch intellect. Dat tragische intellect, dat vind ik zeer indrukwekkend dat dat genoemd wordt. Dat is de reden die ons zo vaak in de weg staat. Hè? Maar daar kunnen we dadelijk over hebben. Een tragisch intellect dat met een angst voor klokken was behept. Maar langzaam, bijna heilig, stond ik op. Gaf mijn gezicht een hand en ritste mijn gedachten dicht. En ritste mijn gedachten dicht. Dat is bevrijding, hè, van het denken. Dit is mijn dag, wist ik. Hier lonkt een spiegel naar verwonderd licht, verwondering. Daar breekt een vlinder uit. En dat ben ik. Dat is prachtig. Daar ga ik ook een toespraak over houden in onze volgende retraite. En dan zal ik jou met name noemen. Maar dat is prachtig, hè? Maar er is ook een Russisch schrijver, Zamyatin, die heeft geschreven over de symboliek van de vlinder. Dat het meest, en ook hoe pijn het kan doen voor de rups, dat beschrijft hij. Die rups, die wordt een kokon. En die moet eerst sterven als rups om geboren te worden. Maar hij, terwijl hij atheïstisch schrijver is, maar zou ik zeggen een religieus atheïst, een mystiek atheïst, ziet dat echt als iets waardoor hij opnieuw geboren wordt. En het wonderlijke is dat hij dat ook verbindt, datzelfde gedicht en diezelfde opvatting, met de gestalte van zoiets als een oergestalte van het eeuwig vrouwelijke, wat dan voor hem opduikt. Zo'n beetje als de apocalyps van het laatste boek van het Nieuwe Testament. Hè? De vrouw van de apocalyps, waardoor alles anders wordt. Ja, prachtig gedicht. Ik ben blij dat je het mooi vindt, Tom.
He? Ik ben blij dat je het mooi vindt. Ik vind het prachtig. Dat tragische intellect, dat ja, spreekt dat, jou erg aan. En je had het eerder ja, over de vervreemding. Ons denken staat ons in de weg. Er is iets. Wij kunnen natuurlijk de wereld in kaart brengen met wetenschap en techniek en met medische wetenschap. En dat is ontzettend belangrijk. Dat hoort het ook. Dat is het ook. Laat ik zeggen, we hadden het net in ons gesprek net al over Hisamatsu. Dat is de horizontale dimensie. Maar er is een andere dimensie. Er is iets wat daar haaks op staat. Dat tegen alle onmacht en tegen alle verlorenheid in, er is een andere dimensie die niet de reden ontkent, die heeft zijn zin. Je zou zeggen een soort verticale dimensie die er haaks op staat, waarbij, het zijn letterlijk de woorden van mijn leraar Masao Abe, het onmogelijke mogelijk is. Letterlijk. Het onmogelijke mogelijk is. Hoe cultiveer je de verticale dimensie van het leven? Hoe kun je die diepte dimensie, die verticale kracht in het leven in cultuur brengen zelf? Hoe doe je dat? Nou, ik heb ten eerste heel lang gedacht dat dat voor mij nooit werkelijkheid zou worden. Toen ik er de eerste keer over hoorde, dacht ik, ja, fijn als mensen zo'n ommekeer meemaken. Maar ik had heel veel twijfel of ik überhaupt kon vertrouwen. Ik heb vaak tegen mijn pleegmoeder gezegd, als zij zei, jongske, vertrouw. Ik zei, nou, het zal mij nooit lukken. Het is toch gelukt. Op een dieptepunt van mijn leven dat ik dacht, ik geef het op, ik trap het af. Dat is wonderlijk, dat kan ik niet verklaren. Dat heb ik niet zelfs afgedwongen. Niet door meditatie, niet door vasten, niet door studie. Dat is gewoon gebeurd. En daar kan ik mijn handen voor vouwen. En daar kan ik misschien één woord voor noemen. Het Westen zou zeggen, genade. En zoals er ook een gezegde is ergens van een prachtig boek wat ik ooit las, Tout est grâce. Een uitdrukking, alles is genade. Het is notabene de uitdrukking van een katholiek priester die aan lagere wal raadt, die een hoerenloper wordt, die het bij het vreemdelingenlegioen terechtkomt, die atheïst wordt en tenslotte omkomt. Hm. En de laatste woorden waren, alles is genade, alles is genade. Dat is dus echt een soort ommekeer die kan plaatsvinden. Een soort oervertrouwen tegen alles in, waar ik geen bewijs voor heb. Ja. En dat je ook niet vanzelfsprekend hebt, want je had het eerst niet. Nee, helemaal niet. Het is tot je gekomen. En die dankbaarheid, of die genade, hè, toch? Ja. Dat is natuurlijk opmerkelijk. Vroeger dankten mensen voor het eten, na het eten, althans heel veel mensen in Nederland. En was er ook een breder cultureel besef van dat het leven je gegeven is en dat dat iets is om vreugdevol over te zijn. En eigenlijk tegenwoordig denken we veel meer vanuit de prestatiesamenleving dat we wat we hebben, dat wat ons toevalt, dat dat ook onze verdienste is. Ja. Maar die cultuur is eigenlijk weer vooraf gegaan door de geest van de 60's. En nu weet ik dat jij in 68 hoogleraar werd. Ja. Dus termen gebruikt die eigenlijk cultureel gesproken, juist door de 68-generatie, niet meer gebruikt zijn. Hè? Dus de genade is eigenlijk een archaïsch begrip, een archaïsch christelijk cultureel begrip. Ja. En juist in de tijd waarin jij intellectueel tot ontwikkeling kwam, je baan kreeg, volwassen werd, uiteindelijk hoogleraar werd, juist in die tijd is dat hele christendom afgeschaft. Ja. Te patriarchaal, te weinig gericht op de bloei van de groep. Daar kon ik ook niks meer mee. Nee, hoe stond jij toen in die tijd ten opzichte van zo'n term als genade of ten opzichte van het Zen-boeddhisme? Toen in 68? Ja, ik heb heel veel moeite gehad met het christendom door mijn opvoeding. Dat was echt streng. Dat was ook vanuit onze godsdienstleraren vaak over hel en verdoemenis. En het boeddhisme, de eerste dingen die ik daarover las, all must be saved, all will be saved. En het woord genade, wat een christelijk begrip is, komt ook in het boeddhisme voor. Er zijn twee begrippen voor. Bhutanisthana
en Bhutanubhava. Dat betekent, uiteindelijk komt het allemaal van de Boeddha. Uiteindelijk is het allemaal geschenk. Zelfs Dogen, ken je Dogen? De stichter van het Zen-boeddhisme in Japan. De grote stichter van het Zen-boeddhisme. Die zegt het ergens. Zelfs datgene wat ik voor mijn gevoel interpreteer als mijn eigen diepste inspanning van mij, is uiteindelijk een volkomen gratuïte gift om niets. Volkomen gratuïet van de Boeddha Dhamma. Die zegt eigenlijk hetzelfde. Dat is een soort oervertrouwen die hij ook ontdekt. Een soort. En dat hij dat op deze manier. Dus dat waarvan jij denkt, nou, dit is nou echt mijn inspanning. Dat is genade dat ik die inspanning kan doen. En dat is, dan komen we nogmaals terug met het begrip tout est grâce in het christendom, maar in het boeddhisme hetzelfde begrip. Bhutanisthana, Bhutanubhava, letterlijk. Het was wel een tijd, hè, Ton, waarin je juist het gevoel had dat de wereld moest veranderen. Ja. Dat je niet meer dankbaar was. Ja, dus die 60s, de 70s, dat was een culturele fase in Nederland. Dat, waarin mensen zeiden van, ja, we willen het allemaal anders gaan organiseren. Ja. En nu heb je nog steeds wel mensen dat die dat willen. Hè? Maar toen is het jullie als generatie ook gelukt. Dat heeft wat mij betreft ook een hele ambivalente geschiedenis. Is zo. Het is 100% eigen inzet. En dat blijft, ken je het begrip koan? Een onmogelijke vraag in het boeddhisme. Mm. Dat blijft een onmogelijke vraag. We kunnen daar uren over redeneren. We komen er met ons denken niet uit. Dat lost zich anders op. Dat is letterlijk een onmogelijke vraag. En juist daar moet je bij blijven. En dat heb ik niet alleen van het boeddhisme, maar van Shestov. Dat is de koan is daarvan loskomen. Dat er iets. De maakbaarheid? Loskomen van de maakbaarheid? Het is het allebei. Het is 100% onze eigen inspanning. Dus laat ik zeggen, wij moeten het doen. En tegelijk is het ook 100% genade. En daar kunnen we nog zo lang over praten, daar komen we niet uit. Dat is een onmogelijke vraag. Die moet je doorleven. Die moet je doorleven. Hm. En dan kan er iets open gaan. Dan kan er echt iets veranderen. En dat heet niet voor niets een revolution of the fundaments of the heart. Dat is echt iets heel wezenlijks. Hm. Kun je dat eens vertalen in het Nederlands? Hè? Hoe zou je dat vertalen in het Nederlands? Omwenteling van de grondbeginselen van het hart. Een revolutie. Een fundamentele ommekeer van de grond van je eigen bestaan, van je eigen hart. Hm. Een fundamentele ommekeer. Er is in Latijn, in onze westerse traditie, dat metanoia. Ken je dat? Metanoia, dat betekent, het is ook zo'n omkeer, metanoia. Hm. Dat is een begrip. Hm. Maar het is echt, dat is het. Hm. A revolution of the fundaments of the heart. Een ommekeer van de diepste fundamenten van je hele wezen. Hm. Ja. Is dat nou iets wat je, toen jij hiermee bezig was, toen je dit ervoer, wat vrienden en collega's ook zo zagen? Deze levensweg en deze reflectie? Vrienden en collega's uit de Zen bedoel je? Nou, gewoon het algemeen, toen jij. Het komt niet alleen in de Zen voor. Ik heb het ontdekt bij Russische schrijvers, bij atheïsten, bij Sovjet-schrijvers. Hm. Het is iets wat overal en altijd voorkomt. Het krijgt in het boeddhisme een speciale kleur, dat is waar. Het is op mijn weg gekomen, maar het is niet dat je kunt zeggen, word nou eerst maar Zen-boeddhist. Dat is niet zo, het komt overal voor. Ik heb prachtige voorbeelden gevonden uit de atheïstische Sovjet-literatuur van zulke fundamentele ommekeer. Hm. Prachtig. Daar heb ik een aula-boekje over geschreven, ik weet niet waar ik het heb. Hm. Ja. Ben je ook wel eens in de verleiding gekomen om nog meer metafysica uit het oosten te omarmen? Bijvoorbeeld het hindoeïsme? En nog meer invulling te kunnen geven met mythes en metaforen, kijk, bijvoorbeeld aan de hartsruimte? Ja, ik vind dat ook allemaal boeiend. Maar als ik de situatie in India zie met de verschrikkelijke kloof tussen rijk en arm. En wat ik daar gezien heb, ik ben in India geweest. Ik heb het huis gezien van moeder Teresa. The House of the Dying, ken je dat? Ik ken het nou ja. Moeder Teresa ken je de naam, hè? Ja, ik ken het allebei uiteraard. Maar ik ben er nooit geweest, dus ik heb Ik heb het gezien. Ja.
En als je die verschrikkingen ziet en tegelijk dat hindoeïsme, die daar eigenlijk maar zo gauw en makkelijk van afmaakt, ja, dat is je karma, dat heb je verdiend dat je vorige leven, daar kan ik niks mee. Daar kan ik totaal niks mee. Nee. Te aristocratisch het hindoeïsme. Ja, ja, ja. En wat ik er zelf wel mooi aan vind, is dat het een een hele concrete verkenning is van het droomleven, van mediteren. Van, ik moet zeggen, ik ken ook hindoe-leraren die ik geweldig vind. Ja. Er zijn er ook die ik ook gesproken heb, hoor, die een hele andere interpretatie gaven. Mm. Die voor mij veel dichter lag bij die van het boeddhisme. Ik las bijvoorbeeld onlangs een heel flink stuk in de autobiografie van Yogananda. Ken je vast wel? Ja. En dan merk je dat dat type geloof is zo droomachtig, zo sprookjesachtig, zo fantasierijk. Ja. En maar toch authentiek en invoelbaar. Yogananda. Ja, met bijvoorbeeld de verhouding die hij dan inneemt tot leermeesters die zich dan in hun meditaties kunnen materialiseren. De visualisaties die hij heeft van wat er gebeurt in de wereld. En dan, vergeleken daarmee is het boeddhisme soms zo kaal, Tom. Sommige vormen van het boeddhisme zijn kaal en wat nuchter. En je moet ook beginnen. Het is een reactie geweest op een eenzijdige godenwinkel, zal ik maar zeggen, van het hindoeïsme. Maar het zijn allebei wegen. Bij allebei heb je bijzondere mensen. Hindoeïsme is op mijn weg gekomen. Bij mijn dochter is het bijvoorbeeld het hindoeïsme bij mijn dochter op de weg gekomen. Boeddhisme is op mijn weg gekomen. Kun je wat vertellen over jouw leermeester? Abbe heet die, geloof ik. Jouw leermeester. Maar zou Abbe? Ja. Wie dat was en wat jouw verhouding tot hem was? Wat dat betekent om zo'n leermeester te hebben? Ja, ik heb er meer gehad, hè. Maar ik heb Masao Abe leren kennen. Ik ben met een studiebeurs, toen ik in Leuven benoemd was, kreeg ik een studiebeurs om 4 maanden onderzoek te doen tussen Rusland, tussen Oost en West. Dus ik ben even in Moskou geweest, veel te kort, maar ik ben vooral naar het oosten gereisd, naar Japan. En dan ben ik maar gaan vragen, waar kan ik terecht voor? En toen kwam ik tenslotte bij Masao Abe terecht, via vragen. En dat was een openbaring voor mij. Daar heb ik in mijn dagboek veel over geschreven. Dat was ten eerste dat hij elke keer maar weer vragen, wie is het? Wie is dat? Ja, wie is het die dat vraagt? Ja, dat ben ik. Ja, maar wie ben jij? He, dat ik uiteindelijk moest zeggen, dat weet ik niet. Don't know. Dat ik dat niet wist. Dat kan ik nou niet nadoen. Maar het is voor mij een openbaring geweest om eindelijk te kunnen zeggen, ik weet het niet, ik weet het niet. En toen zei hij, ja, daar begint het. Daar begint het. Don't know mind. Maar ben je zo'n bedweter dan? Of ben je zo iemand die alles weet? He? Ben je zo iemand die alles weet? Alles weet? Ja, ben je zo'n bedweter dan? Nee, juist. Ik was vroeger natuurlijk een echte intellectueel. Vroeger, maar nou helemaal niet meer. Hij heeft mij geleerd wat don't know mind is. Don't know mind. En vooral mijn Koreaanse meester, die zo slecht Engels sprak, Sung San, daar ben ik ook lang in zijn klooster geweest bij die Koreaan. Wat is Boeddha? Don't know. Wie ben jij? Don't know. Daar ging hij helemaal zo voor zitten. Don't know mind. Niet weten. Maar dat komt ook voor in elke mystieke traditie. Ja, er is een Engels mystiek boek uit de 14e eeuw, christelijk. De Wolk van Niet Weten. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Nee. En een Russisch schrijver die ik zeer waardeer, Vadim Shevner, dat de nacht, hij schrijft letterlijk, hij was atheïst, hij was communist, maar dat de nacht van het niet weten hem tot nieuwe openbaringen leidde. Dat is dus juist dat je eerst los moest komen van die greep van de ratio, van het denken, om alles maar met het denken te kunnen plaatsen. Het is een soort loslaten. Het is een soort gevoel van dat je juist je houvast verliest, maar het is eigenlijk een bevrijding. En waar is dat dan? Is dat dan in je hart, in je ziel? Of wat, kun je daar nog wat woorden aan geven? Nee, dat kan ik niet precies zeggen. Maar zo zou je het kunnen zeggen, in je hart, je ziel. Het is iets waardoor ik, die totaal geen vertrouwen eigenlijk had in het leven niet, in mezelf niet, in niks niet, dat daar ineens een soort oervertrouwen kwam. Een soort oervertrouwen.
Dat was wonderlijk. Zo. Terwijl ik dacht, nou stort alles in. Ik heb dat nooit beschreven. Toen heb ik voor het eerst geschreven in een artikel, je kunt er niet uitvallen. Dat heb ik werkelijk zo ervaren. Ik dacht, alles stort in, ik val er wel uit. En ik trap het van mijn pad af, ik geef het nog een trap na. En toen ontdekte ik, nee, ik kan, dat is echt zo'n iets bevrijdends, dat kan ik niet verklaren. Toen heb ik een artikel geschreven, je kunt er niet uitvallen. Na de hand heb ik een boek geschreven, je kunt er niet uitvallen. Ja? Ben ik diep van overtuigd. En niet alleen ik, niemand. Maar verklaren kan ik het niet. Ja, het is... Ik neig ernaar om het wat optimistisch te vinden. Ik neig ernaar om het wat optimistisch te vinden. Wat optimistisch. Maar ja, de andere kant is dat... Het is optimistisch, maar het is ook tegelijk onze inzet. Hè? Het is... En dat... Het is ook onze inzet daarvoor. Het is niet zo van... Ja, hier loopt echt het denken op stuk. Dat kun je ook bij Kierkegaard lezen, dat kun je bij Sjastov lezen. Daar... Ja. Dat is zelf een vorm van vertrouwen dat je moet hebben. Ja, ja, maar Dostojevski is het over de muur. De muur van 2 keer 2 is 4. De muur van morele wetten. De muur van filosofische wetten. De muur van ons denken. En dat wij daarvoor capituleren als het enig zaligmakende. Nee, en dat is een soort doorbraak, ja. Dat is echt een soort verandering. Een hele wezenlijke. Mooi gezegd. Mooi gezegd. Hè? Mooi gezegd. Ja. Je hebt ook een boek geschreven over vrouwen, hè? Over het vrouwelijke. Zij is ja. Altijd soms. Ja. Er zit wel een rare kronkel in die titel, hè? Zij is altijd soms, zo van... Beetje, zij is er altijd, maar of ze er echt is... Het is niet, het is gestolen door mij, hè? Weet je dat? Ja, ja, die titel die is van... Het ook. Ja. Van wie is die ook weer? Maar leg het nog maar even uit. Nou, ik heb een boek gelezen... Vooral de betekenis van de titel, hoor. Dat is... Ja, wie was dat ook weer? Ik kan het even opzoeken voor je, maar het gaat er vooral om wat de titel verklaart. Er is een Nederlandse schrijver die heeft een boek geschreven over God. Hij is altijd soms. Hij is altijd zo. Ik weet niet meer wie het is. Het staat ergens in de inleiding. Ik zoek het op voor je. Bertus Aafjes. Ja. Bertus Aafjes. Hij is altijd soms. Dat vond ik zo, laat ik zeggen, mysterieus. Dat is bijna een koan. Een onmogelijke vraag. Hij is altijd soms. Het is altijd maar een glimp. En voor iedereen anders. En op elk moment anders. Ja, ja. Dat staat bijvoorbeeld ook in de Apocalypse. Iedereen krijgt aan het einde der tijden een blinkend steentje met een tekst die niemand kan lezen. Alleen jij en de eeuwige. Of in het boeddhisme is het precies hetzelfde. Dan praten ze over het juweel, het familiejuweel. Niet iets wat van buiten komt. Helemaal iets heel intiems en unieks van jou. Ja. Ja, dat vind ik wel mooi in jouw wereldbeeld, aan jouw... religie, dat het dus uiteindelijk niet gaat om de relativering. Want kijk, in de basale betekenis van spiritualiteit is het loslaten van het ego en opgenomen zijn in iets groters. Maar jij zegt toch dat er uiteindelijk een intieme, persoonlijke relatie is tot... Dat ego hebben we ook nodig. Ik weet dat Massou Abbe dat altijd zei. Enerzijds ben ik gewoon natuurlijk Massou Abbe met mijn onmogelijkheden, met mijn beperkingen midden in het leven. En tegelijk ben ik ook mijn oorspronkelijk gelaat. En dan vragen ze, legt u dat eens uit? Dan zei hij, dat kan ik niet uitleggen. Dat is een ontdekking, nee, dat kun je niet uitleggen. Maar het is iets wat veel groter is. Het blijft allemaal stamelen. Eigenlijk is het alleen, het is veel groter dan alles wat wij ons met ons denken kunnen voorstellen. Dat is het. En voor mij is dat, ja, dat even vrouwelijke is. Ja. Ik heb ooit eens een keer een gedicht geschreven toen ik heel jong was. God is een vrouw. Ik heb het altijd zo gevoeld. Ja. Voor mij dichterbij. In het boek heb je, het is, bedoel, zeker voor mannen is het een heel begrijpelijke emotie, denk ik. Hè? Dat het heilige vrouwelijk is. Ik ken ook veel vrouwen die heel blij zijn. Ja, toch, hè?
ik ken heel veel vrouwen die mij daar ook over geschreven hebben. Ja. Dat is ook zo van herkenning. Van waarom moest dat altijd die mannelijke God, God de Vader, God de Zoon, ja. een trio van heren. En nou eindelijk ook dat. Maar oorspronkelijk was het religieuze besef in vroeger, in eerste fase, lijkt het toch te zijn dat een moedergodin meer voor de hand ligt dan een vadergodin vroeger. Dus of dat waar is of niet, weet ik ook niet. Maar mij spreekt het meer aan. Nou, ik denk zelf dat we ook al in een behoorlijk matriarchale cultuur leven. Ik denk dat het vrouwelijke, bijvoorbeeld het materialisme, het mater, het vrouwelijke, ja. De grote moeder die iedereen verzorgt. Als je dat zo kan zien. De staat die iedereen omarmt en altijd maar compassie toont. Het mannelijke is natuurlijk ook datgene wat het strenge, maar ook bevruchtende. Dus het gaat toch om de combinatie van het mannelijke en vrouwelijke. Het gaat om de combinatie. Ja. Het gaat absoluut om de combinatie. Hè? En het is trouwens ook een opmerking, ik dacht van Chuang Tse of Lao Tse. Diegene is waarlijk mens die, man zijnde, al het vrouwelijke in zich toelaat. En die, vrouw zijnde, al het mannelijke in zich toelaat. Dat is niet een soort hermafrodiet, maar het is een diep gevoel van integratie van de beide elementen. Ja. De beide, absoluut. Die hermafrodiet, hè, die is weer best populair. De hermafrodiet, veel mensen die... Ja, daar kan ik niks mee, maar ik denk wel dat het waar is dat... Maar ik vind het wel interessant om met jou ons op te bezinnen wat het betekent dat zoveel mensen zich niet meer kunnen identificeren met hun geslachtelijkheid. En de geslachtelijkheid zelf willen overstijgen. Ja. Dat is een trek die al oud is in religie. He, natuurlijk de nonnen en de monniken die zich ook terugtrokken van hun... Ja, ja je mocht ook, ook van de seksualiteit en daarmee van de lichamelijkheid. Nog wel gescheiden leefde van de vrouw, maar vaak toch ook eigenlijk gescheiden van hun eigen lichaam. Ja. Dat is een lange traditie in het christendom zelf, maar ook denk ik wel in de Oosterse religie. Van het afstand nemen van de eigen eindigheid, van de lichamelijkheid. Ja. En in het bewustzijn willen leven. Ja. Dat is nu ontzettend... In de mode. Dus de genderdiscussie over het niet zomaar willen accepteren van je eigen lichaam. Dat is helemaal terug. En het is ook een oermotief. Heb je daar een reflectie op? Ja, ik denk wel dat dat waar is. Ik denk dat er zijn ten eerste culturen waar die duidelijke verscheidenheid van het beeld... zoals een man moet zijn en een beeld als een vrouw... die dat anders beleven. Han Fortman, waar ik mijn doctoraat ook bij gedaan heb... die schrijft... U kent Han Fortman, hè? Nee. Hij was hoogleraar in Nijmegen... cultuur- en godsdienstpsychologie. Hm. Hij heeft onder andere een boek geschreven... Het beeld van man en vrouw. En dan zegt hij ook wij zijn echt opgevoed met een specifiek mannelijk beeld... wat eigenlijk maar heel betrekkelijk is. Er zijn tussenvormen. Er zijn mannen die zich ook in hun hart evenzeer vrouwelijk voelen. Niet in de zin dat ze dan homoseksueel of zo zijn. Dat is het niet, dat hoeft het niet. Maar... hoe zal ik het zeggen... Ik voel dat van mijzelf ook, hoor, dat ik blij ben dat ik losgekomen ben van dat begrip van dat ik nou zo'n typisch mannetje moet zijn. Terwijl ik 100% denk ik hetero ben, vooral toch, maar ik ben losgekomen van dat beeld van dat ons meegegeven werd met de opvoeding van man. Het is meer. Het is allebei de elementen daarin. Het is nogmaals wat Lao Tse zegt, of Chuang Tse. Degene is waarlijk mens die, man zijnde, het vrouwelijke in zich toelaat. Dat is stamelen. Maar ik voel daar heel veel... dat is zo. Ondanks wat de laatste encycliek van de paus daarover zegt. Hè, het was ook zo van, man en vrouw schiep bij hem. Dat is helemaal niet waar. Er zijn zoveel mensen die zich daartussen voelen. En die hebben ook recht van bestaan. Ja? Ja, nee, dat bedoel ik uiteraard. Ik denk, maar ik denk ook dat er een...
dat er een vreemdsoortige maatschappelijke dynamiek is van frustratie rondom bijvoorbeeld hoe de wereld globaliseert, hoeveel problemen in de wereld zijn, ja. Duurzaamheidsstress, ja. Als het ware, ja. Innerlijk beleefd wordt. Ja. Dus ik denk ook dat een heel deel van de discussie over gender en over mannen en vrouwen ook een... ook toch een neurotische reactie ook is op een wereld die gefragmenteerd is geraakt. Dus het is, ja, het is zeker een reactie. Dus die, maar je ziet bedoel dus je met neurotisch dat het een ziekelijke reactie is? Nou, niet, maar wel een psychisch-culturele reactie. Dat is waar. Ja, dus, en dat is nodig. Ja. Dat is waar en dat is nodig. Nou ja, helemaal. Het is ook heel pijnlijk om te zien hoe jongeren dus in zichzelf zich van hun eigen lichaam vervreemden. Ja. Terwijl je eigenlijk ook heel goed ziet dat het eigenlijk een introjectie is. Ja. Dus geen projectie, maar een introjectie. Ja. Van maatschappelijke zorg. Ja. En ja. Die denken eigenlijk het meer in het leven te komen, meer in hun eigen ziel te komen, doordat ze aan hun eigen lichamelijkheid gaan twijfelen. En daarmee nog meer in hun hoofd en nog meer in hun emoties. Ja. Terwijl je zou best kunnen zeggen dat het ook de verinnerlijkte rotte wereld is. Zoals dat met meer psychische verschijnselen zo is. Het zal allebei die aspecten ook hebben. Het zal die aspecten ook hebben, dat kan ook. Maar ik denk wel dat de grond... Ik ben ervan overtuigd dat de grondtoon toch een ontdekking is van de grote eenzijdigheid waarin wij ons mensbeeld opdeelden in... Ja, dat is die dualiteit. Dualiteit, in die typisch mannen, er zijn echt tussenvormen. Ja, in die zin ben je wel... Is ook het Jungiaanse schema van de man die een innerlijke vrouw heeft en een vrouw met een innerlijke man, hè? Dus ja. Animus anima, ja. is eigenlijk nog misschien nog te eenvoudig. Ja. Ja. Dat denk ik wel. In dit boek haal je een heel aantal schrijvers aan die vertellen, hè, over het vrouwelijke dat hen aantrekt of het vrouwelijke dat het goddelijk is. En één daarvan is wel ook een van de oerteksten uit Goethe's Faust. Ja, die schrijft... Heb ik dat aangehaald? Ja, ja. Oh das, ja. Das ewig weibliche zieht uns heran. Dat is zo. Ook overigens de slotregel van de Faust. Ja. Een fantastisch boek. Nou, ja. Daar moeten we nog maar eens een keer een uitzending aan wijden. En ook maar, wil jij dat voor ons voordragen, dat hele gedichtje? Het komt uit je eigen boek, hè, Tom? Dus het is een citaat uit de Faust. Ja, daar kon ik er net niet op komen. Dat is het, dat is wat mij zo raakte. Alles vergängliche is nur ein Gleichnis. Das unzulängliche, hier wird's Ereignis. Dus ik zal het zeggen, al het vergankelijke... Alles wat vergaat, ontstaat en vergaat, is alleen maar een gelijkenis. Dat is niet het wezenlijke. Het onzolengelijke, hier werd gezien, dat waarvan je denkt dat het niet gerealiseerd kan worden, dat zal toch gebeuren. Hier werd gezegd, dat is onbeschrijpelijke, hier is het gedaan, het onmogelijke wordt mogelijk. En dat is een tekst die eigenlijk ook in ergens... Sorry dat ik het noem, al heb ik daar niet veel affiniteit nou meer mee. In het christendom staat ook ergens in het evangelie. Uden adunamaisetin humin. Niets zal u onmogelijk zijn. Dat klinkt zo, dat klinkt werkelijk als onmogelijk. En toch is het hetzelfde wat Kierkegaard schrijft in zijn helderste momenten. Dat wat onmogelijk lijkt mogelijk kan worden. En Shestov. En dat geldt met name dus ook, laat ik het even tussen haakjes nogmaals, voor wat wij afleggen in die gelofte. In de gelofte, hoe talloos de levende wezens ook zijn, dat lijkt absoluut onmogelijk. En dat kun je hiermee verbinden. Toch is dat dat. Dat is onbeschrijpelijke, hier is gedaan. En het eindigen, dat eindigt met die prachtige woorden die je helemaal niet zou vermoeden na zo'n gedicht. Dat is ewig weiblich het ziet hun zin an. Dat is prachtig. Zeker in een cultuur, zeker in een mensheid die toch heel erg bepaald wordt, niet bepaald door dat ewig weibliche, die eenzijdig is. Eenzijdig. Ja, dat is, denk ik, toch een blijvend vraagstuk of dat zo is. Dus bijvoorbeeld... in deel 1 van de Faust, daar is Faust ook,
de Faust opent natuurlijk met die woorden van hem, dat hij zegt van ik weet alles, maar ik weet niet genoeg. Haben nun, ach, filosofie, juristerij und medizin, und leider auch theologie, durchaus studiert. Ja, dat weet ik niet. Nou, dat gaat zo door. En dan zegt hij eigenlijk, maar ik wil alles begrijpen en dit is niet genoeg. Ja. Hij voelt ook die vervreemding van de intellectueel. En dan sluit hij een pact met Mephistopheles. Ja. En die zegt dan, ik help jou hier op aarde, maar op een goed moment, als jij je verveelt, of als je zegt het is genoeg geweest, of het is anderszins klaar, dan ben je in de eeuwigheid ben je van mij. Hè? Ja. Van de duivel dus, Mephistopheles. En in dat boek, daar verkent hij dus allerlei dingen. Onder andere, bijvoorbeeld, hij vindt ook een mens uit. Homunculus heet dat. Ja. Dat is een soort artificiële intelligentie, zal ik maar zeggen. Ja. En hij maakt allemaal avonturen mee. Maar de tragedie van meteen deel 1 is altijd, hij wordt eigenlijk gewoon ordinair verliefd op een meisje, Gretchen. Ja. En dat is eigenlijk toch niet een puntje in het boek, maar dat is echt misschien wel de pointe, dat hij zich daarop op haar loslaat. Haar trouwens ook moet niet alles verraden, maar het loopt niet goed af met haar. Ja. Maar ook in Faust 2 gaat het toch eigenlijk, denk ik, ook op verschillende manieren weer over het vrouwelijke. En misschien is dat prachtig. Ja, ik vind dat prachtig, dat hij daar ook met die Gretchen, dat is zo. Daar is trouwens het prachtige tekst die wij ook citeren, over Kuan Yin, die zo hemels en afstandelijk is. Als iemand gered kan worden door, dan zal zij die gestalte aannemen. Als iemand gered kan worden door een Gretchen, dan zal zij die gestalte aannemen. Als iemand gered kan worden door iemand als jij, ze neemt alle gestalten aan. Dus ook een Gretchen. Hm. En mij zal Gretchen meer aanspreken dan Piet of Hein of Harry. Nou, is het nou zo dat in het boeddhisme het vrouwelijke, de relatie, de liefde, de intimiteit net zo'n rol speelt als in het christendom? Een klein voorbeeldje. Je ziet al dat in de ridderliteratuur, en zeker natuurlijk in de hofliteratuur, dus in de middeleeuwen, daar is de liefde al heel belangrijk. Tot en met nu aan de popsongs aan toe. Dus onze westerse cultuur is wel heel eerbiedig. Voor de één-op-één relatie van twee mensen. Ja. Zeker man op vrouw. Ja. En daarbij de allergrootste literatuur is ook echt gegenderd. Hè? Dus Shakespeare, Rilke, dat zijn types die helemaal niet passen in het stereotype van heteroseksuele liefde. Even voor de duidelijkheid voor de kijkers thuis. Niet dat je denkt dat de kanon heteronormatief is, want dat is helemaal niet zo. Nee. Maar de liefde is wel heel centraal. En is dat nou eigenlijk ook zo in het boeddhisme? Is dat dat de liefde centraal is? Ja, en van één-op-één. Van man op vrouw. Ook, absoluut. Maar het is meer dan dat alleen. Maar een van de teksten die wij zingen, die begint zelfs met de woorden, het grote mededogen is het hart en de essentie van de meditatie. Zonder dit hart van liefde en mededogen is de meditatie, hoe belangrijk misschien in allerlei psychologische opzichten verder, uiteindelijk van geen waarde. Dat legt zo sterk het accent juist op liefde. En alle vormen van liefde. Ja, maar dat bedoel ik. Maar dus niet de liefde voor één vrouw of één man, maar voor iedereen. Het is ook meer compassie. Liefde voor God. Nee, ook voor. Nee. Het is een vraag, hè, Tom? Ja, het is een vraag. Maar hoe moet ik het. Kijk, het eerste gedeelte van die sutra, die noemt allemaal dat goddelijke op, hè, in de Kuan Yin. Maar dat tweede deel is echt, als iemand gered kan worden, dan neemt ze die gestalte aan. Dan is het echt dat wie dan redt is, dat concrete meisje, Gretchen bijvoorbeeld. Of de concrete figuur van mijn pleegmoeder in mijn leven. Of andere mensen die in mijn leven belangrijk geweest zijn. Ik noem mijn pleegmoeder omdat dat voor mij zo'n bijzondere reddende bevrijding is geweest. Dat zijn aspecten daarvan. En dat zijn doodgewone mensen. Maar dat zijn wel voor mij ook tegelijkertijd openbaringen van, ja, wat Masao Abe ook zei, ik ben gewoon Masao Abe, ik ben dan en dan geboren, ik ben zo oud en zo, maar ik ben tegelijk ook mijn oorspronkelijk gelaat. Dat is een manier van te zeggen, ik ben meer dan alles wat ik in woorden kan uitdrukken en in mijn handelen. Het is groter. Ja? En is het nou zo dat je wanneer je mediteert in dat gelaat, kunt aanschouwen?
Is dat voor jou zo? Wanneer je mediteert, dat je in een bewustzijnstoestand komt waarbij je dichter komt bij die, bij het gelaat van anderen? Ik hoop het. Ik hoop het. Ik hoop dat door de meditatie dat wij minder opgesloten worden in onszelf. Dat wij meer open komen. Dat hoop ik. Dat is trouwens ook een van de teksten waarvan mijn beide leraren, onafhankelijk van elkaar, Te Ching was mijn Chinese leraar, hè, in Indonesië. En ook Masao Abe. Hoe zei hij dat ook weer? Wat een wijze man, hè, deze Ton. Terwijl hij nog verder nadenkt over het oorspronkelijk gelaat en meditatie, gaan wij naar Leiden. Terug voor een korte verhandeling over de betekenis van meditatie. We zitten hier voor de burcht in Leiden. Het is eigenlijk wel mooi, zo'n landschap met relief, met een burcht. Eigenlijk een ruïne, omdat wanneer je nadenkt over wat contemplatie is, wat het betekent om je te bezinnen, dan heeft dat denk ik ook te maken met het kunnen vinden van een verticale dimensie in het leven. Van de weerbarstigheid, van de elementen, regen, lucht, aarde, vuur, die je opzoekt. Dus ga uit je Phoenixwoning, je bloemkoolwijk, en zoek ook voor jou een plek op waar die verticaliteit is, die je kan helpen om de faustische drang om het leven om te vormen, om actief te zijn, om die even stil te zetten. En dan, je stapt dus letterlijk uit dat raceautootje en je bent niet aan het racen of aan het remmen. En dan heb je natuurlijk het gevaar van dat je steeds denkt aan je mobiele telefoon of aan een gesprek dat je net met vrienden had. Terwijl in meditatie, in contemplatie, gaat het natuurlijk om dat je accepteert. Je moet eigenlijk de verveling accepteren. Heidegger zegt zelfs, verveling in het op je mobiel zitten, het voetballen, tv kijken, dat had je natuurlijk voor een deel niet toen Heidegger leefde, maar hij zegt eigenlijk, in al die verstrooidheid openbaart zich juist de verveling. Terwijl een stille wandeling of stilzitten, gewoon 5 minuten stilzitten, dat is eigenlijk dan sla je door de bodem van de verveling heen. Dan kom je dus bij dingen als wat hij noemt gelatenheid. En die contemplatie die zoek ik ook. En dat is ingewikkeld, dus ik wil jullie daar voor een deel in meenemen. En ik denk dat de stilte van meditatie vereist om te beginnen van jezelf dat je gewoon durft te zeggen, ik ga ergens zitten op je kamer, mag ook gewoon op een stoel, hoeft niet gehurkt, laat staan in een lotushouding. En je zit en je bedenkt dat je niet meer wil bedenken, je laat je gedachten gaan. En alsof ze voorbij komen als wolkjes die in je hoofd voorbij drijven. En je doet natuurlijk ook je ogen dicht. En je probeert dus open te staan voor de werkelijkheid. Nou, en ik ben dat zelf al een tijdje aan het trainen. Ik denk nu een klein halfjaartje mee bezig ben, dus dat is nog niet zo lang. Ik heb al vrienden die langer mediteren en ook van die retraites bezoeken en zo. En voor een deel ook geleide meditaties doen met apps. Maar ja, dat blijkt echt niet zo voor mij weggelegd te zijn. Dat is misschien ook wel mijn beetje ADHD-erige natuur, dat ik juist in die prikkels van ook van regen en nu en filmen, en maar ook denk ik wel ook wel kan overgeven aan het niks. Ja? Nou, en die nietsheid, je zal je vanzelf zien dat als je dat als je daaraan kan overgeven, als je kan overgeven aan jezelf, dat er vanzelf een innerlijke rijkdom ontstaat, dat je fantasie aan het werk gaat en dat die bezinning je op plekken brengt in het verleden en in plekken in de symbolische werkelijkheid, in een soort lucide dromen, het is adembenemend mooi. Maar om daar te komen moet je eerst oefenen, in je stilzitten en een van de trucs die in meditatie belangrijk is, en het is niet eens een truc, dat is om stil te zitten, je ogen te sluiten, je handen te vouwen. Op een bepaalde manier kan ook zoals je bidt, of bijvoorbeeld zo. En in die houding probeer je dus eigenlijk
stil te worden en naar je adem te gaan. En adem, het Griekse woord voor adem is ook psyche. Dus die psyche, de psychologie. Dus de, in het naar je adem gaan kom je ook bij jezelf. Hè? Sommige mensen denken dat spiritualiteit slechts is van dat je je ego kan relativeren. En dat je je opgenomen voelt in een groter geheel. En dat zal ook wel zo zijn. Maar het is... Ik denk dat meditatie juist ook psychologische zelfhulp is. En psychologie is misschien niet eens het goede woord. Het is... Het brengt je eigenlijk van je ego, om het maar zo te zeggen, bij je diepere zelf. Hè, zou Jung zeggen, of bij je ziel zelfs. En bij wat er in jouw ziel speelt. Hè, in de dieptes van jou, in de krochten van je ziel. En ik denk dat stilte daar dus, die kan je bij dat droezem brengen. Nou, oké. Zal ik jullie nog een paar stapjes verder meenemen. Ik kan natuurlijk niet alles zo in één keer uit de doeken doen. Ik weet ook niet of jullie er allemaal op zitten te wachten, maar... Als je dus bij je adem komt, dan wat je letterlijk doet, is je merkt van ik adem in en je voelt dus je longen gevuld. En je kan eigenlijk vrij snel voelen dat het poreus is. Dus je kunt bijvoorbeeld toeademen naar waar je jeuk hebt of waar je iets voelt in je knie. Of... Dus je ademt in en je kunt je verbeelden letterlijk dat je je lichaam vult met lucht. En dan adem je uit en dan voel je dus ook weer een soort ontspanning. Het contrast is het scherpst met als je dus in je dagelijkse raceautootje zit en bezig bent met je activiteiten, met je werk, met je vrienden. Dat is heel belangrijk. Hè? Je bent heel veel met andere mensen bezig. Maar wat je dan ben je natuurlijk in de adembenemende moderniteit. En in die meditatie... Leer je dus je adem zelf serieus te nemen en te cultiveren. En dat betekent ook dat je vanuit je lichaam zelf voelt. Dus je bent nog in je hoofd, maar je probeert meer... Je stapt dus uit het raceautootje in je lichaam eigenlijk. En je voelt die adem en daarmee voel je, activeer je je lichaam. In sommige meditaties zoek je ook bepaalde punten in je lichaam af. En dan doe je een soort bodyscan. Hè? Dat gaan we nu allemaal niet doen. En dat vergt ook veel te veel geduld nu voor het tempo waarin ik nu vertel. Dus ik hou het bij de adem. Maar die adem brengt ons dus bij de oerpulsering van het leven eigenlijk. Het doet daar natuurlijk ook letterlijk aan denken. Hè? In en uit. Dus dat zit in seks, dat zit in... Heel veel ritmes, donker, licht. Nou, als je dat lukt, dan dat is eigenlijk al heel knap. Als je kan gaan zitten en 10 minuten lang bij je adem kan zijn, dat is al een goed begin om te mediteren. Maar vervolgens verstil je en lukt het je hopelijk om te ontdekken waar je mee bezig bent. Wat voor dingen er spelen. En ik kan je aanraden om gewoon ook je fantasie aan het werk te zetten en na te denken over bijvoorbeeld dat jij nu in een bos rondloopt of dat je op het schoolplein van vroeger bent. Dus probeer je verbeeldingsknop in te drukken en wees niet bang voor je eigen fantasie. En wat je dan merkt is dan... Kijk, veel mensen zeggen natuurlijk, ja, mediteren, nou, oké, Jelle is dus blijkbaar ook al mediteren, weer een rechtse hobby, iemand die met zichzelf bezig is. Dat is echt vals en bovendien, het klopt ook niet. Want het is, zoals Augustinus al zegt, je gaat naar binnen en via jezelf naar boven. Ja, dus, en voor hem was dat God, maar voor veel mensen is dat natuurlijk, je gaat naar binnen en je komt je opa tegen of je zus of je komt andere mensen tegen. Dus niet letterlijk, maar symbolische herinneringen. Pijnen en verlangens waar je mee zat. Dus in die meditatie kom je juist vanuit jezelf in die wereld in. En ik ben ook nog maar beginnend op het pad van de meditatie hoor. Dus, maar ik durf wel te zeggen dat ik ook echt dat het mij al wel lukt om echt dus ook de verbinding tussen mezelf en de kosmos al te leggen. Dus je in die adem, je vloeit samen. Je voelt in je hoofd ook die regen. En die regen die,
en die elementaire krachten die maken dat je opgenomen voelt. Dat je kunt gaan vliegen. Dat je onderdeel wordt van het sterrenstelsel. Meditatie is echt een bizarre bezigheid om zowel iets heel kleins te voelen. Bijvoorbeeld het puntje van je neus of een bepaalde herinnering. Als juist het allergrootste en in een soort storm van werkelijkheid te geraken. En waarbij je ondertussen ook aanwezig bent. Het is geen droom, weet je wel. Het is, je voelt dat je erin zit. Dus, nou ja, en dat is dus de vraag of dat nou de grote ontvankelijkheid en gelatenheid is. Dat weet ik niet, maar ik word daar in ieder geval wel rustig van. Ik denk wel dat is een manier om de vita contemplativa te beoefenen. En het is natuurlijk een religieuze tool geweest, meditatie. De christenen hebben het helaas soort van, verwaarloosd eigenlijk. Maar in de boeddhistische traditie en eigenlijk sowieso in het hindoeïsme, in het hele oosten, is het nog een bestaande praktijk. Ik denk dat het een praktijk is die ons, die juist voor de faustische mens die dingen wil vormgeven, die wil jagen, die wil dingen wil bereiken, die wil innoveren, is het juist heel goed om niet altijd maar te denken in aan of uit, maar dus je over te kunnen geven en ook over te kunnen geven aan etherische dimensies in het lichaam zelf. Dus als je mediteert, dan merk je ook dat je voelt, zoals in die Aziatische tradities ook al zo evident is, dat het lichaam gewoon begint helemaal niet bij de huid. Er zijn energiebanen omheen. Nou, dat zijn dingen die wij ingewikkeld vinden. In de esoterie is dat wel bekend. Rudolf Steiner heeft er wel over geschreven, hè, verschillende andere lichamen. Maar als je mediteert kun je vrij snel, als je erop vertrouwt, ervaren dat je dus een soort kleurschakering om je lijf en in je hoofd hebt. Dan fabuleer je. Maar het mooie is juist dus dat je juist een lichamelijke ruimteervaring hebt. En dat als je dus nadenkt over, vanuit wat ervaar ik hier nu? Mediteren denk ik dat je echt wel zoiets hebt als de hartsruimte of de onderbuik. En nou, ik heb in ieder geval behoefte aan om die vormen van weten, van intiem weten, te verkennen. Nou, en dat is ook de reden natuurlijk waarom ik al die vreemde figuren bij de Nieuwe Wereld uitnodig om te vertellen over hoe ze de Bijbel lezen, over hoe ze bidden, waarom ze bidden. Wat misschien ook wel het verschil is tussen mediteren en het gebed. Ik denk zelf trouwens dat je kunt in meditatie ook praten en iemand wat vragen. Dus de overeenkomsten zijn best wel groot, hoor. Nou, dat is voor de seculieren moeilijk te verkroppen. Die willen graag van meditatie een soort wetenschappelijke techniek maken. Van die school ben ik minder, maar ja. Ik denk dan ook maar wat, waarom zou ik er allemaal oordelen over hebben? Dus ik denk juist goed om je te bezinnen en mededogen te ontwikkelen voor het leven, omdat je het leven laat en ook je eigen lichaam in zijn ervaring aan jezelf laat openbaren. En dat is eigenlijk al zelf mededogen. En ik weet dat dat allemaal veel zachter klinkt dan jullie van me gewend zijn, maar het is ook wel eens goed. We zitten niet altijd in de vita activa. Ik denk dat we maar eens naar binnen gaan, want het wordt nou wel heel regenachtig. Ja, toen had ik het, ben het even vergeten. Dus wanneer je mediteert, hoe je dan daarin in contact kunt komen met het oorspronkelijke gelaat van jezelf en van anderen? Niet van mezelf, maar van iedereen. Dat wordt juist heel sterk benadrukt, hoor. Dat het gevaar in sommige vormen van boeddhisme en christendom ook is dat het lijkt te gaan over een eigen soort, als ik maar verlost word, als ik maar in de hemel kom. Maar er is een diepe besef van enige echte redding kan alleen maar als je er is voor alles en iedereen zonder uitzondering. Ik ken het woord nog, want ik kende het woord niet in het Engels. Ik wist niet wat het betekende. Toen maar zou Abbe dat gewoon. It's encompasses, ken je dat? Het sluit in. It encompasses all living beings. En toen zei er zelfs bij, all living beings, dat is ook niet alleen de mens, maar ook planten en dieren, maar, zei hij,
ook de demonen, wat dat ook zijn, wat je daar ook onder verstaat. Ja. En toen zei er erbij voor een christen bijvoorbeeld, Satan. Ja. Laatste, wij mogen nooit vrede hebben zolang ook dat niet verlost is. En dat is een sprong van geloof. En dat is een soort inzet. Wat zijn nou de demonen, denk je, die in onze tijd op ons afkomen? He? Wat zijn de demonen van het heden? Wat zijn de demonen waar mensen nu last van hebben? Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Jongeren hebben heel veel last van stress. Ja? Nou, gewoon een jongen van 22 jaar oud met serieuze burn-out klachten. Ja. Dat is vrij nieuw. Ja. Dus dat, ik herken dat niet. Ik ben 40. Ja. Ik herken het niet van mijn studententijd. Ja. We hadden ook wel eens stress, maar ja. Nu hebben we echt, ik geloof dat wel uit onderzoek blijkt, maar een kwart van de jongeren heeft echt serieuze last van ja. Voortdurende spanning. Dat is dus, verschrikkelijk. Ja. 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 Nou, wat, dat is zo'n demon, vind ik. Hè? Zo die, ja, die, absoluut. Die absoluut. Spanning. Die, dat zou je zo kunnen noemen, die, absoluut. En die dat spanning, is... dat heeft natuurlijk te maken met te veel op internet zitten, niet tot rust komen. Het zal allemaal wel, maar misschien kun je nog wat reflecteren op het... Wat zijn de demonische krachten die je nu, in deze tijd, om je heen ziet? Er is heel veel ongezonds in onze samenleving op alle gebied. Dat is zeker. Ik denk vooral ook, wat een heel groot probleem is, is wat we doen met het milieu. Dat vind ik ook een grote verschrikking. Daar ben ik heel erg bezorgd om. Maar ook... Kijk, ik zou het zeggen met de woorden van Han Fortman, want die heeft toch op mij grote invloed gehad als cultuur- en godsdienstpsycholoog en mijn promotor. Hè, dat hij zei over de desintegratie die er is, hè, ook tussen mensen onderling. Het uiteenvallen van verbindingen op allerlei manieren. Dat is iets, de grote eenzaamheid van sommige mensen, ook van jongeren. En daardoor echt een groot aantal suïcides ook. Dat is een groot probleem. En ik denk dat dat ook te maken heeft met een soort verlies van, om het toch maar zo te noemen, een religieuze of een mystieke of een diepere dimensie. Ja. Of dat dan boeddhistisch of christisch is. Of christendom is iets verloren gegaan wat zo wezenlijk is. Hè? Wat zo is. Een Isamatsu gebruikt en ook Masao Abe is zelfs het woord een dimensie. Dat klinkt wat mathematisch en wiskundig, maar het is, er is echt een veroppervlakkiging waarin je eigenlijk niet echt volledig kunt ademen. Religie, mystiek. Of die diepere dimensie hoort er zo bij. En dat is een groot gevaar van onze tijd. Dat door het rationalisme. Maar gezegd dus, geen troost van boven. Hè? Geen troost van boven. Ja, zo kun je het ook noemen. Maar ook, ja? geen steun van onder. Ook niet. Dus eenzaamheid aan de onderkant. Ja, en geestelijke leegte. Een soort desintegratie van mensen onderling. Ja. Dus, Nou heb jij in je leven vaak geprobeerd om niet mystieke bronnen te gebruiken voor levenswijsheid. Hè? Nou, en Dostojevski vind ik dan wel een voorbeeld van bellen mystiek. Dat is nog net mystiek. Maar ik heb een periode gehad dat ik met even het allemaal zo, laat ik zeggen, een beetje zat was. En dat ik me echt bewust in de atheïstische Russische literatuur verdiep heb. En daar heb ik ook mijn lievelingsboek over geschreven, de Sovjet-literatuur. Ik weet niet of je dat kent. Nee, dat ken ik niet. Hè? Nou, dat is, ik weet niet waar het staat. We gaan het opsnorren. Ja, als het nog te krijgen is, ik weet ook niet waar het hier staat. Vertel anders voor nu, voor in beeld vooral. Ja, maar dat is echt, dat zijn uitsluitend, dat zijn allemaal stuk voor stuk Sovjet-schrijvers zonder religie, maar die toch de ontdekking doen. Die ontdekking doen die wij dan religieus invullen. En zoals een Sovjet-schrijver mij een keer zei, een schrijfster, jullie in het Westen, zij veralgemeende dat, daar zijn ervaringen die zijn zo diep dat ik er geen naam aan kan geven. Maar jullie doen dat wel. Onmiddellijk interpreteren jullie het als christelijk of zo. Maar het is een algemeen menselijke ervaring, zegt ze. En ik weiger dat. En dat gaat over
eeuwigheid. Dat gaat over solidariteit. Dat gaat over verwondering. En ja, dat is echt mijn lievelingsboek. Ik weet niet waar het op het ogenblik ligt. Tom, kun je nog iets vertellen over een mystieke ervaring of een diepte ervaring? De diepte dimensie die in jouw leven aanwezig was toen jij met een van jouw leermeesters sprak. Of was. Gewoon een anekdote daarover. Want ik stel me zo voor dat zo'n leermeester als Abe, dan zit je daar allebei aan een tafeltje of zo. Maar vertel eens wat er dan, een mooie herinnering daaraan. Ja, ik heb in mijn dagboek heb ik ergens beschreven hoe mijn ontmoeting met Masao Abe was. Nou, juist door zijn vragen, wie ben jij nou? En dat ik moest zeggen dat ik het niet wist. En uiteindelijk is dat zo'n ongelofelijke bevrijding geworden voor mij. Ik kan de woorden, ik zou het in mijn dagboek moeten nakijken. Maar dat is het echt. Dat was bijzonder. En Nou, ik vraag het ook omdat ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig geen leermeester meer hebben. Dus ook het hele idee van traditie doorgeven, bij iemand in de leer gaan. Nou, dat is je gaat naar een massa-universiteit, dan zit je in een grote collegezaal. Dat is het grote, dat is het nadeel. Terwijl jij hebt nog leermeesters gehad die je bijna kende, die jou ook persoonlijk begeleiden. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Dat is bijzonder. Want dat is verdwenen uit onze cultuur eigenlijk. Daar ben ik verschrikkelijk. Ja, dat is zo, dat is waar. Daar heb je gelijk in. Dat is zo. Ik hoop dat dat ooit weer gaat ontdekt worden. Maar ik moet ook zeggen, ik heb ook veel gehad aan mensen die nog niet zenmeester waren. Aan mijn pleegmoeder bijvoorbeeld. Ja, ja. Die heel wijs was en een grenzeloze oervertrouwen had. En andere mensen ook in mijn leven. Dus ben jij zelf voor mensen ook leermeester geweest? Of heb je dat altijd afgehouden omdat je toch denkt dat het Het spirituele ook prima bij iemands pleeg. Nee, ik geef retraites, maar ik heb heel lang ook persoonlijke gesprekken gehad en ik schrijf nog wel met mensen, maar dat hoop ik te blijven doen en ik hoop gewoon dat ik mensen vertrouwen heb kunnen geven. Ja, dat is iets wat je niet altijd kunt controleren, maar dat is wat ik zou willen, dat er zo'n soort oervertrouwen komt. Ja. Lukt het jou tegemoet te komen aan die wens van mensen om van jou iets te leren rond zichzelf zijn in grondvertrouwen? Kun je daar aan tegemoet? Lukt het jou? Of twijfel je daar ook wel eens over dat de vraag te groot is van de mensen? Ja. Mijn pleegmoeder zei altijd, jongske, niet in korak, niet uitpluizen, niet kijken wat je bereikt. Al is het er maar één, al zijn het er maar twee. Laat het los. Laat het los. Jij doet je werk. Maar ik hoop het natuurlijk. Ik hoop vooral. En ik krijg ook wel eens reacties natuurlijk van mensen die dat schrijven. Dat ze er dankbaar voor zijn. Maar Elsbeth, misschien kun jij er iets over zeggen? Ja, ik vind het een heel belangrijk thema wat je aankaart. Want dat is feitelijk van, ben je een leraar? En eigenlijk is iedereen de eigen leraar. Je bent je eigen leraar. Be your own lamp. He, wees je. En dat is het mooie juist van Tom. Tom is zeker een leraar. Ik bedoel, ik heb doxangesprekken vroeger met hem gehad, waar ik enorm blij vandaan kwam, waar ik echt wat aan had. En waar ik mee verder kon. He, dat is feitelijk de rol die je als leraar hebt. Maar tegelijkertijd, en dat is voornamelijk voor Makaruna zo, wij willen geen leraar zijn. Wij zijn het, maar het is de verantwoordelijkheid. Het gevaar loop je namelijk dat je als leraar een soort icoon wordt en een goeroe. Je wordt al heel snel op een soort platform gezet. En dat willen wij niet. En dat is ook waarom wij om niet lesgeven, wij om niet de dingen doen. Dat doet Tom ook altijd, dat heeft hij altijd gedaan, ik doe dat ook. En het is ook van, je wilt niet dat je een ongelijkwaardige situatie krijgt en creëert. Dus het is altijd, het is gelijkwaardig, het is niet gelijk. Ja. Ton en de kijkers thuis, jullie horen Elsbeth en zij is eigenlijk jouw opvolger bij jullie instituut, hè? Dus, waar jullie dus retretes organiseren en
de leer van Zen, zou ik eigenlijk al niet eens kunnen zeggen. De Zen als levensstijl met elkaar cultiveren. Ja. Ik heb daar wel een vraag over ook hoor. Want dit klinkt mij toch ook wel weer heel erg hippie-achtig. Hè? Dus is het niet ook een oneerlijk om te zeggen, er is hier geen hiërarchie. Ik kan geen leermeester zijn. Terwijl die mensen die komen naar jullie toe. Die willen graag wat leren. En het is dan toch eigenlijk heel duidelijk dat de verhouding zo is. Dat jullie dat bestudeerd hebben. Ik kan me ook voorstellen dat het ingewikkeld is. Hisamatsu en Masao Abe, die gingen ook altijd iets uit van iets wat zij noemden mutual inquiry. Dat betekent, hang je niet alleen op aan die ene leraar, maak er geen guru van. Mutual inquiry is dat je in principe met ieder andere deelnemer een gesprek aan kunt. Om samen bij die vraag te blijven en samen verder te zoeken. Dat was echt, laat ik zeggen, een heel democratisch element. Gespreksvoering, dat past wel weer bij de nieuwe wereld. Dus gespreksvoering. Dus je gaat met elkaar in gesprek. Je kon, jij bent daar zelf dus ook authentiek in betrokken. In de zin van, ja, ik zit er ook bij, maar anderen kunnen doordenken van die vraag bezig. Ja, jij zou bij wijze van spreken, als jij meedeed ook aan een ander die bijvoorbeeld naast jou zit, of waarvan je denkt, dan wil ik wel eens mee praten. Dan is dat, en dat heet mutual inquiry. Uiteindelijk is het nooit antwoorden geven, het is bij de vraag blijven en die vraag doorleven, de vraag van het bestaan. En dat is, en ja, Masao Abe benadrukte ook altijd, als ik zo'n vraag had, hij zei het in het Engels, what you feel in yourself, undeniable, unresistible. Even if een of andere teacher dit en dat zou zeggen, maar wat diep jij in jezelf voelt, onweerstaanbaar. Vertrouw daarop. Ik reageer een beetje op dat je zegt, het is toch een beetje hippieachtig. En dat is het niet. Want wij zijn leraar. Wij zijn leraar. Maar we doen niet iets met die positie, als het ware. Want het gevaar wat erin zit, dat is dat je dat leraarschap ook kan misbruiken. Omdat het een machtssituatie kan zijn en creëren. En dat is wat wij gewoon, wat ik weet van Tom, dat hij dat niet wil. Ja. Maar wat ik ook niet wil. Ik wil niet in een machtsrelatie komen. Het is een gelijkwaardige relatie, waarin wij zelfs elkaars leraar kunnen zijn. Maar is het niet zo dat wanneer je de verticale verhouding tussen mensen onderkent en dat eerlijk vanuit de inhoud doet, dat die macht productief is en dat het meer, dat een woord als gezag ook beter past? Gezag is dan veel meer, want ik weet, Ton wordt erkend als leraar en ik merk dat ook. Als ik doksan gesprekken heb met mensen, doksan dat is een gesprek met de leraar, tijdens een session heb ik die met mensen, dan word ik erkend als leraar. Mm. En dat is ook, maar dat is een natuurlijke relatie. Ja, oké. Dat is een mooie toelichting dit. Ja, ja. Heel fijn. Want dat soort kleine gesprekken, die zijn ook belangrijk voor de cultivering van het boeddhisme. Dat, ja. In die zin lijkt het minder eigenlijk op het christendom. Waar je met z'n allen naar de kerk gaat. Ja, en dat je ook een gesprek kunt hebben. Na de dienst. Of, dat is echt wezenlijk anders. Ja. Komen mensen van de kerk bij je langs. Maar in dit geval echt een vraag die je verkent. Ja. Nadat je met elkaar gemediteerd hebt bijvoorbeeld. Ja. Ja. Hoe lang duurt zoiets, Elsbeth? Een gesprek? Ja. Ja. Dat kan verschillend zijn, maar laat ik zeggen, omdat er meerdere mensen zijn en meestal rond de 20 minuten, maar dat kan ook een half uur zijn en soms kan het langer zijn. Het is afhankelijk van de kwestie, maar globaal gezien 20 minuten ongeveer. Zou je voor ons een vraag kunnen voorleggen aan Ton als illustratie van wat zou iemand dan op een, waar zou jij bijvoorbeeld dan van zeggen, dat is wel een aardig voorbeeld van een leuk, meer filosofisch of psychologisch thema dat je dan inbrengt en waar dan Ton op reageert. En dat zou jij natuurlijk ook kunnen zijn, maar nu doen we dan even dat je het voorlegt aan Ton. Als illustratie van wat dat dan is. Welke vragen je stelt? Ja, welke vragen je dan kan het ook zijn van, ik voel me zo gestrest. Jazeker.
Maar het kan ook zijn, ik zit... Bijvoorbeeld, ik krijg wel eens vragen bijvoorbeeld van mensen die al jarenlang zitten en zich vervelen op het kussen, niet meer weten hoe ze moeten zitten en niet meer weten waarom ze het eigenlijk doen. Hm. En dat is een vraag die ik regelmatig wel heb gehad. Dat is een hele simpele vraag, want er gaan ook hele persoonlijke dingen. En, hm. Dat je, nou gewoon, hoe ga ik om met mijn boosheid? Hm. Er zijn veel mensen heel, heel woedend, zou ik kunnen zeggen. Hm. Daar heb ik ook heel regelmatig gesprekken over. Over de woede. Grappig, ik zou alle tweede vraag ook wel aan je willen stellen. Maar die eerste, omdat we hier toch ook een, wat mij betreft, geestelijke verkenning hebben voor ons, voor de nieuwe wereld, wil ik graag wat met je uitdiepen. Ik ben benieuwd hoe je dat ziet, want ik denk inderdaad dat wanneer mensen mediteren, ik mediteer zelf ook, en wanneer ik mediteer vind ik het ook wel eens ingewikkeld om de diepte daarvan vast te houden. Dat ik denk van, ik heb een ervaring, dus ik ga dan eerst terug naar mijn adem, ik zit dan en ik kom dan althans in een meer imaginaire ruimte, dus waarin ik kleuren waarneem en op afstand naar mezelf kijk, maar ook bepaalde verschijnselen tegenkom. Ik kan wel zeggen dat mijn ervaringen vrij heftig zijn ook in die zin. Ja. Dus dat ik echt wel een bepaalde wereld inga. Dus het is, de droomkwaliteit is nog te weinig gezegd voor wat er kan gebeuren in zo'n meditatie. Daarom doe ik het ook graag. Maar een van de irritante dingen aan meditatie vind ik dat het soms heel lang duurt voordat je daarin komt. Dus je probeert bij je adem te blijven en stil te zijn. En dan denk je na 5 of 10 minuten, het lukt niet. Of ik wil andere dingen doen. Je gedachten dwalen af. Het inspireert niet. Het kost moeite. Dat je denkt, waarom doe ik dit eigenlijk? Ik zal daar iets over vertellen wat ik daar ooit meemaakte bij mijn Japanse zenmeester Kobori. Hè? Ja. Kobori was de neef. Hij was de zenmeester van Daitokuji. Hij was een volle neef van keizer Hirohito. Dat straalde ook van hem af. Ik heb hem ook wel eens gezegd dat ik een beetje bang van hem was. Absolutely not necessary, zei hij. Maar hij zei wel eens, wat zei hij? God, dan ben ik het even kwijt. Nou, geef de parafrase maar. Wat heb je ervan onthouden? Wat heb je onthouden van wat hij zei? Wat was de strekking ongeveer? God, ik ben het gewoon even kwijt. Wat? Dus wanneer je mediteert, dan kan het soms zo zijn dat je denkt, ik begin me gewoon te vervelen. Ik zei tegen hem een keer, ik kan mij niet concentreren. Ik ben verstrooid. Ik ben de hele tijd, ik ben afgeleid. Ik ben soms opstandig. En elke keer ontdek ik dan maar even beginnen. En dan is het weer weg. Het is één chaos. Ik kan niet mediteren. Beautiful meditation. Very good. Ja, dat vond ik zo. Today leuk. Like this. Ja. Today like this. Ja. Tomorrow different. Tomorrow different. Don't check your meditation. Ja, don't check your meditation. Don't just sit. Laat het maar een chaos zijn. Check het niet. Beoordeel het niet. En dat heb ik geleerd. Hè? Ja. Want ik dacht ook, ik kan niet mediteren. Beautiful meditation. Very good. Denk jij dat ook maar. Als je weer helemaal chaotisch bent. Elke keer dat je... Toen zei hij ook dat er een beroemde Chinese zenmeester was. Pang heette hij. Een naam om nooit te vergeten. Zenmeester Pang. En die schreef ergens, hoe wonderbaarlijk en ontzagwekkend. Ik was weer mijlen verstrooid onder mijn meditatie. En ineens ben ik weer terug in mijn aandacht. Halleluja. En dan niet checken. Elke keer dat je het ontdekt, ga maar terug, niet checken. Beautiful meditation, denk er dan maar aan. Ja, ook als je één chaos bent en je denkt het een rot, ik kan niet mediteren. Je doet het, je zit het half uur uit, al moet je je 100 keer corrigeren, 100 keer terugkomen. Doe het. Ja. Maar wat soms helpt, dat je een soort mantra hebt. Sommigen doen met tellen, van 1 tot 10... Ik heb vaak de mantra, open mijn hart, tegen wie ik dat ook richt, open mijn hart. Of ook wat ik alleen maar herhaal, hoe talloos de levende wezens ook zijn. Meer niet, alleen die ene regel, bij mijn uitademing.
hoe talloos de levende wezens ook zijn. En als ik weer afgeleid ben, ik kom weer terug. En dan denk ik maar aan Kobori. Beautiful meditation. Don't check your meditation. Je zit je halve uur uit en je gaat over tot de orde van de dag. Ja? Ja, dat is heel mooi. Want wat Ton eigenlijk zegt is, het gevaar loop je dat je weer iets... Want ik hoorde jou dat een beetje zeggen van dat je iets wilt. Ja. Maar, je wil een mooie meditatie. Je wil nadenken over de vraag waarover je hebt voorgenomen precies. Te reflecteren. Ja. Gaat er juist om dat je niks nastreeft. Dat je het gewoon laat... Ja, ik zeg altijd, adem in tot diep in de buik. En laat de ademhaling als vanzelf gaan. En gedachten, laat ze gaan. Identificeer je niet mee. Wat er ook in je opkomt. Laat het stromen. En het helpt inderdaad, zeker zeg maar als je nog niet zo lang mediteert, helpt het heel erg om dingen daarbij te gebruiken. Om bijvoorbeeld het tellen tot 10 te gebruiken. Ja. Dat is heel behulpzaam. Maar op een gegeven moment alleen maar zitten doen wij. En dat is best moeilijk. Het is heel moeilijk om dat echt ook te kunnen. Zonder zeg maar iets na te streven, zonder iets te willen. Ja. Maar gewoon alleen maar dit zittende lichaam. Ja. En die andere vraag, die wil ik toch ook nog even behandelen naar dit prachtige antwoord. Stel nou dat je veel woede ervaart. Dat je boos bent. Dat je woedend bent. Dat je boos bent. Boos bent op de maatschappij. Boos op je eigen lichaam. Ja. Boos op de macht. En dat je die boosheid opkropt. Dat je gefrustreerd raakt. En dat iemand dit voorlegt. Ja, ik denk dat dat er echt wel redenen kan zijn dat je echt ook wel een soort woede mag voelen. En een soort opstandigheid tegen de dingen. Het mooiste voorbeeld daarvan, dat is Florence Nightingale, die ken je, hè? Die kreeg een koninklijke onderscheiding in Engeland. En toen vroeg de koning aan haar... Waar heeft u de kracht vandaan gehaald om het uit te houden, om door te gaan met uw werk? En toen zei ze, woede. Woede om het onrecht wat ik zie. Woede om de onrechtvaardigheid. Woede om... dat is een soort heilige opstand. Zoals Job in het Oude Testament terecht. Ja, maar Job vind ik... Job is eerder gelaten. En, ja, dat is waar. Zeer verdrietig en in zak en as. Ja, dat is zo. Maar zijn vrouw was wijs. Die zei van, word maar een keer goed kwaad. Maar Kierkegaard zegt dat ook. Word af en toe als je ziet wat er is in de wereld. Voel maar woede. Jawel, maar dat is heilige een woede door externe omstandigheden. Maar er is ook een diepe woede in mensen zelf vanwege bijvoorbeeld dingen die in de opvoeding gebeurd zijn. En er zijn heel veel mensen die nu nog steeds op volwassen leeftijd... lijden onder het feit dat ze mishandeld zijn of misbruikt, noem maar op. Dat komt heel veel voor. Er is een gigantische woede. En hoe ga je daarmee om? Door die woede toe te laten. Door die woede te omarmen. Ja. Door die woede heen te gaan. Want zolang je die woede op een afstand houdt, dan blijf je meppen in je normale leven. Want daar lijden mensen ook onder. Dat ze zelf dus de woede... zeg maar, laat ik zeggen, tot expressie brengen. En dat willen ze niet, want daar lijden mensen onder. Dat ze dat dus blijkbaar ook gaan doen. Mensen die... Dat is wat ik altijd zeg. Ga er doorheen. Wees er niet bang voor. Omarm je demons. Feed your demons. Dat zegt een hele belangrijke... Ja, een vrouw. Feed your demons. Ga er doorheen. Ja. En weet je wat het mooie is? Het gaat oplossen. Ja. Het gaat smelten. Stapje voor stapje wordt die woede... Ik heb zelf heel veel last van woede gehad. Ja. Niet omdat ik mishandeld was, maar gelukkig niet. Maar ik heb wel andere dingen waardoor ik woedend ben geweest. Ja. En op een of andere... Het heeft mij geholpen. Ik ben er vanaf. Daarom heb ik misschien ook wel heel vaak dat mensen dat ik dat bij mensen naar boven haal, blijkbaar. Ja. Mensen, dat denk ik wel hoor. Ja. Maar dit is echt een heel belangrijk ding. Jij kunt boze mensen helpen. Ik geef ze wat mee, waardoor ze er zelf mee... maar dat is het voornaamste. Ga er doorheen, wees er niet bang voor, ga het voelen.
Ja, dus eigenlijk moeten we de verveling in de meditatie ook leren omarmen. En ja. Accepteren. Ja. En, maar ik wil toch Tom nog even terug naar die tweede vraag die mensen dan willen stellen aan Elsbeth, namelijk ja, hoe ze dan omgaan met hun eigen boosheid. Hè? Want waarom ik er naar terug wil, is omdat, herken ik zelf ook wel, maar ik denk dat heel veel mensen boos zijn. Dus, ja. dus laten we dat nog eens verkennen. Van hoe gaat dat dan? Iemand die komt bij jou zitten, brengt dat in of jij signaleert dat? Het is ooit een keer gebeurd, dat ik zelf in een Thai-show vertelde hoe ik op mijn boeddhistische weg ben gekomen. En een van de dingen, een van de leraren die ik heb gehad, daar heb ik zelf met woede gewerkt. En ik vertelde dat in die Thai-show. Ik heb het over woede echt gehad en hoe ik daarmee om was gegaan. En naar aanleiding daarvan was er iemand die met mij ook een doksan-gesprek aanvroeg. En hij begon daarover, over de woede die hij had. En sindsdien heb ik heel veel en vaak mensen in een doksan-gesprek gehad die over woede begonnen, hun woede. Ja. En wat je merkt is namelijk, dat is die innerlijke woede. Mensen zijn ook kwaad, hè, woede op uiterlijke kenmerken van de samenleving op dit moment. Maar het is ook een innerlijk iets vanwege dingen die ze in hun opvoeding hebben meegekregen. Van mishandeling of misbruik of anderszins. Ik heb daar gelukkig zelf nooit mee te maken. Ik heb een andere woede, maar ook een woede die me verteerde. Rancuneuze woede. Ja. En dat zie je bij meer mensen. En het gesprek, het gesprek gaat feitelijk dan over hoe ga je met die woede om? Ja. Wijs je die af? Als je dat blijft doen, dan ga je zelf, dan blijf je meppen. En dat was het mooie dat ook in dat gesprek, in die doksan, wordt besproken van ik. Wordt zelf kwaad. Ik wil dat niet. Ik wil anders. Ik wil daar anders mee omgaan. En het is feitelijk feed your demons. Dat is de enige manier waarop je met allerlei emoties kunt omgaan, inclusief woede. Omarm die woede. Laat het tot je komen in de meditatie. Voel het. Ik vind het heel mooi wat je zegt. Ik denk ook dat het dat het wel klopt qua waar je de oplossing zoekt, namelijk het omarmen. Maar ik zou zelf wijsgerig willen toevoegen dat volgens mij woede toch uiteindelijk niet zomaar een emotie is. Hè? Je bent natuurlijk boos omdat er iets gebeurd is. Ja. Of je bent boos omdat jouw wereldbeeld niet leidend is. De manier waarop een land of een familie functioneert. Dus je bent boos. En dan kan je wel zeggen, ja, je hebt veel rancune, maar het heeft ook een bron. Dat kan natuurlijk in het verleden liggen, in een trauma, dat kan. Maar dat vind ik zelf wel eens lastig, dat ik ook denk van, ja, maar woede is ook gelegitimeerd. Want ik ben boos om, ik ben niet zomaar emotioneel. Mijn emoties, het is eigenlijk wat Aristoteles al zegt over emoties, hè, die zijn onderdeel van een bepaalde houding. En als iets echt verkeerd gaat, dan ben ik ook terecht boos. Binnen boeddhisme is het feitelijk dat we onze emoties, hè, dat we daarmee leren omgaan. Dat we niet een emotionele bevangenheid gaan krijgen, maar dat we die emoties op een afstand kunnen gaan zien. En op het moment dat je dus, feed your demons, ga door die woede heen en het gaat smelten. Het gaat steeds minder smelten. Maar het mooie, kijk, wij houden het vast. Het is eigenlijk, ik had laatst een heel mooi gesprekje met Jyotika Hermsen daarover. Is het dan toch klesha? Is het dat we die emoties ook naar ons toe trekken? Is het begrip toch het vast willen houden? Een identiteit ook op een gegeven moment. Ja, nee, tuurlijk. Het gaat erom dat we dat loslaten. Ja. En dat we daarnaar kunnen kijken. Dat zie je natuurlijk vaak bij mensen met een trauma, dat ze het ook graag bij zich houden als een soort baby, hè? En niet echt willen oplossen. Ja. Maar ik vind wel dat het probleem van op deze manier doorleven van woede is dus dat je het op een gegeven moment accepteert en er toch ook weer afstand van neemt. Terwijl, zoals ik het net zo zelf presenteerde, ben je ook woedend om iets en heb je die emotie dus nodig
om in actie te komen. Klopt. Maar ik zeg ook niet dat je niet woedend bent, maar tegenwoordig het verschil is dat ik in het verleden bijvoorbeeld ben, als je verteerd wordt door woede die opgekropt is, dan kun je ieder moment uitslaan, omdat het namelijk eruit komt als een Maar als je nu is het zo, ik kan woedend zijn, maar dat is dan, ik kan weglopen en het is voorbij. Het is niet meer, het is gewoon een gezonde woede. Want ik wil niet zeggen dat je gewoon, zeg maar, die gevoelens niet meer zou moeten hebben. Die zijn er. Maar dat is wel iets wat je wel, denk ik, in bredere zin wel kunt associëren met de stoa of met het boeddhisme. Het is toch een soort onaangedaan zijn juist die je nastreeft. Ja. Dus dat, aan dit thema raken we nu een beetje. Ja. Ja, dat is eigenlijk een van de, van de vier Brahmaviharas. De vier punten die we ook willen nastreven. Hè? Enerzijds duidelijk denk ik een deugd. Ja. Aan de andere kant is het dus ook het risico dat je daarmee dus de toegang tot je eigen ziel juist ook weer afsluit. Omdat je dan dus... Nee, die ziel wordt alleen maar groter. Ja? Ja. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja, die ervaring heb ik ook. Ja, hè? Ton, wil jij nog wat reflecteren op woede? Op de woedende mens? Hè? De woedende burger? De boze... Is het een boek? Nee? Nou, ongetwijfeld. Maar ik bedoelde nu dus meer de woedende bezoeker aan jullie zendcentrum. Die zegt van, ik zit met die woede, met die opgekropte woede. Elsbeth heeft daar net een reflectie op gegeven. Ja. Is dat ook, kun je dat helemaal onderschrijven? Zou je nog iets aan willen toevoegen? Dat kan ik helemaal onderschrijven, dat is zo. Ja, ik vond dat je het uitstekend goed uitlegde. Ja. Dankjewel. Helemaal. Complimenten. Dat is zo, ja. Want bijvoorbeeld vanuit Kierkegaard of vanuit die traditie van de filosofie, daar wordt ook wel geschreven over... de noodzaak om je boos te maken ook, hè? Ik ben een keer heel erg boos geweest en opstandig toen bij mijn zenleraar, de neef van keizer Hirohito. Ik weet niet meer naar aanleiding waarvan het kwam, maar ik werd misschien om altijd dat uiterlijke, dat rustige zo, en, terwijl ik zo vol emoties zat en... ik kon me niet meer inhouden en toen heb ik echt, ik ontplofte, zal ik maar zeggen. En ik dacht, het kan me niet meer schelen ook. En zijn reactie, hij keek me aan, hij zei, very good, but not perfect, because you are still a little bit afraid of me. It must come nog dieper uit jou komen. Laat maar rustig die woede eruit komen, zo zei hij. Ja, en daar was ik heel erg verbaasd over, want ik denk, hij zal wel zeggen, eruit, nee. Hij bleef rustig zitten en hij zei, maar jij twijfelt nog of je wel woedend mag zijn. Ja, dat was heel erg bevestigend. Ja. In deze situatie, op dat moment, was dat blijkbaar waarvan hij vond, het moet eruit. En dat heeft me echt genezen. Ik heb tranen in mijn ogen toen ik dat meemaakte. Dank dat we hier mochten komen. Jullie bedankt. Hartstikke fijn. Elsbeth, jij ook? Elsbeth Wolf en Ton Lathout. Alle drie bedankt. Oh, sorry. Ja, ja. Oh, ja. Nee. Nee, ik wil jullie ook bedanken. Ja. Ik vind het fijn. Zoals we hebben kunnen praten. En ook dat je heel erg goed kunt luisteren. En dat je betrokken bent. Dat ik ook voel dat het niet alleen maar zo... Het komt uit... Dat was van hart tot hart. Ishin Denshin. Daar ben ik dankbaar voor. Ja, mooi. Met ons alle drieën. Mooi. Oké. Okay. Dank, vier. Ton. Dank je wel. Ja, kijkers van de Nieuwe Wereld, dat was Ton Lathouwers, 90 jaar oud. Dat is toch wel een prestatie op zich. En Elsbeth Wolf, die nog tussendoor even inbrak. Het is toch wel fascinerend om bij mensen thuis zo met elkaar een beetje wat van de sfeer mee te krijgen. Hè? Dus laat ons weten onder de video wat jullie eigenlijk van deze documentaire in het land vonden. Wij hebben er erg van genoten. Zet je vragen, je opmerkingen onder. Like en subscribe ook dit kanaal. Jullie weten, we willen het algoritme van YouTube ook manipuleren, zodat we wat hoger in de lijn van mensen komen. Dat iedereen dit ook mee kan krijgen en wat kan leren over het boeddhisme. Ja. Ton, ik moet wel zeggen dat ik heb wel weer echt wel wat dieper inzicht gekregen in
wat nou dat boeddhisme is. Misschien dat ik het voordat ik hier kwam toch weer een beetje meer filosofisch zat te bekijken en als een systeem, als een geleerde, Ton. Terwijl het gaat er eigenlijk om dat, zoals jij zelf mooi beschreef, dat je het intellectuele en het rationele loslaat. Ja. Nou, ik denk niet dat dat echt iets voor mij is, maar ik moet zeggen, het sluit tegelijkertijd wel aan bij, nee, maar wel bij wat mij wel resoneert, is dat die vervreemding. Die vervreemding los moet laten, maar er zijn ook gebieden dat je dat rationele wel degelijk moet hanteren om de werkelijkheid leefbaar te maken. Ja. Dat heeft zijn eigen plek. Dat zei maar, zou Abbe ook altijd hebben. Allebei. Ja. Allebei, ja, die altijd. Het leven en het denken. Ja. Oké, doe maar een keer. De groeten! Oké. Nou, klaar. Halleluja.